Het was een hele gekke dag in Liedjesstad. Sterker nog, het was niet zomaar een gekke dag, maar de officiële gekkiedag. Waarop iedereen zijn best deed om de anderen aan het lachen te maken. Door iets geks te doen. De band speelde gekke muziek. Toet probeerde wat gekke geluidjes uit met zijn toeter. Goeie Toet! En Madelief maakt een nogal gek geluid voor een hond. Goeie Madelief! Iedereen in Liedjesstad was wel iets geks aan het doen. Voor Gekkiedag. Dat is een heel gek huis dat jullie bouwen, meneer de voorman. Oh, dank je. Dat is erg gekke muziek die je speelt, trombone. Dank u, meneer de voorman. Ik hou enorm van Gekkiedag. Ja. Nee, ook. Dit wordt wel heel gek. Hoi, Toet. Hey, Jasper de Clown. Waar ga jij heen? Ik heb echt nieuwe schoenen nodig voor 2:30. Weten jullie misschien een schoenlapper? Wat is een schoenlapper? Een schoenlapper is iemand die schoenen maakt en repareert. Meneer Schoenveten misschien. Hij maakt schoenen en repareert ze ook. Klim maar aan boord en we brengen je erheen. Schoenlapper. Schoenlapper klinkt als een mooi woord voor een liedje. Dat gaan we proberen. Schoenlapper, maakt u mijn schoen? Voor 2:30 moet u dat doen. Maar dat is nog niet zo vlug. Voor 6:30 wil ik ze terug. Zo gingen ze met z'n allen naar meneer Schoenveters winkel om nieuwe schoenen voor Jasper te halen. Kijk eens aan mevrouw Bloem. Hele gekke bloemenschoenen voor u. Nog een gekke dag verder. Oh, dank u, meneer Schoenveter. Oh, meneer Steen de voorman. Uw nieuwe schoenen. Alle snorren nog aan toe, die zijn echt gek. Dat zijn ze zeker. Oh, Jasper de Clown. Wat kan ik voor jou doen? Ik ben op zoek naar hele gekke schoenen. Alsjeblieft. Oh, dit is helaas mijn laatste paar. Oh jee. Vind je ze niet mooi? Jawel, heel mooi. Maar ze zijn helemaal niet gekkie. Hoe kan ik nou een clown zijn zonder een paar gekke schoenen waar mensen om lachen? Ik ben bang dat ik geen andere heb, Jasper. Zo gaat het altijd op Gekkiedag. Oké. Ik neem ze dan maar omdat Madelief dat wil. Honden zijn stapel gek op schoenen. Ja, ik weet het. Kom maar eens langs op Honden zijn de baasdag. De schoenlappers houden het niet bij. Om niet te spreken van de stokkelgooiers en de straatvegers. Hier, Madelief.
Oké, Toet, we zijn klaar. Oeps. Wat was dat? Ik denk dat we net over Jaspers gloednieuwe schoenen heen zijn gereden. Oh, jee. Die arme Jasper zal teleurgesteld zijn. Oh, zo erg is het niet. Ja, ze moeten alleen gepoetst worden. Sorry, Jasper. Ik zag ze niet. Huh? Oh, geen probleem. Ik kon ze toch niet gebruiken. Ik wilde graag hele gekke, grappige schoenen om mensen te laten lachen bij mijn optreden vanmiddag. Nou, zo slecht zien ze er niet uit. En meneer Schoenveter dan? Danken jullie dat Jasper dit maakt? Zijn jullie gek? Deze lijken niet meer op Jaspers schoenen. We gaan meneer Schoenveter vragen of hij ze kan maken. Ik denk dat dat wel gaat. Alleen maar een paar kleine dingetjes nodig. Wauw! Waar heb je deze vandaan? Geweldig! Oh ja? Fantastisch! Echt? Wie is het geweldig grote genie dat dit heeft kunnen bedenken? Nou, het was eigenlijk erg makkelijk. De band en Madelief deden het samen. We dachten, we rijden eroverheen, passen nog wat aan, overleggen met meneer Schoenveter. Je weet toch hoe dat gaat? Wauw! Jullie muzikanten zijn zo slim. Jullie hebben me gered. Oh, het is bijna 2:30. We moeten gaan, hoor. Dag! Wat een gekke, gekke, heel erg gekke dag. Gekkie, gekkie, iedereen is gekkie. Iedereen is gekkie voor een dag. Je hebt omgekeerd dag, dat is ook erg gek. En een dag dat mensen doen wat een hond zegt. Iedereen moet meedoen met een grap. Het is gek, het is maf, het is gekke liedjes dag. Gekkie. Zo kreeg Jasper de clown toch zijn gekke schoenen en maakte iedereen aan het lachen. Het was de beste gekkiedag ooit in Liedjesstad. Het is gek, het is maf, het is gekke Liedjesstad. Gekkie, gekkie, iedereen is gekkie. Iedereen is gekkie voor een dag. Wauw, dat was te gek! Nu kan ik bijna niet meer wachten tot omgekeerd dag. Of achterstevoren dag. Ja, Madelief, we weten dat je van honden aan de macht dag houdt. Geef mij maar een normale dag. En dat was het eind van Gekkiedag. Iedereen had gelachen om de grappen van Jasper de Clown. Behalve meneer Steen, die niet kon komen, want zijn schoenen waren echt te gek. Zelfs voor Gekkiedag in Liedjesstad. De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien rond. De wielen van de bus die draaien rond, allemaal in het rond. De mensen in de bus gaan op en neer, op en neer, op en neer. De mensen in de bus gaan op en neer, de hele dag. De wissers op de ruit gaan wis, 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 wis. Wis, 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 de wissers op de ruit gaan wis, 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 de hele dag.